Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de finale van Gen V, Guardians of the Dolken. We pikken dus gelijk op waar we vorige week geëindigd zijn boven het lijk van Shetty. En het lijkt er dus op dat Kate en Sam gaan samenwerken. En dat is dus ook grotendeels wat deze episode laat zien, want het was helaas wel een vrij korte aflevering, maar het was wel gewoon eentje met veel impact. Want Sam en Kate gaan dus alle Supes uit de Woods bevrijden, maar die besluiten ze dan in te zetten voor een soort Soup Supreme Massacre. De episode opent dus ook met een waarschuwing dat deze episode gewelddadige scènes binnen een school bevat. En het was dus ook wel vrij heftig. Maar ja, gelukkig was Ashley van Vought Industries dus op campus. En ze was daar eigenlijk om te scouten naar een nieuw lid voor de Seven. En in haar scènes kwamen we dus ook achter dat Maverick, die onzichtbare guy, dus de zoon is van Translucent blijkbaar. En over vader en zoon superhelden gesproken, het lijkt er dus ook op dat Andre misschien de rol van Polarity gaat overnemen. En de soort van Polarity 2 wordt. Of in ieder geval de nieuwe versie van zijn vader. Maar ja, met de manier waarop de episode eindigt, betwijfel ik dat een van onze main characters wel de Seven ingaan. Het lijkt er nu meer op dat ze misschien een soort geheime Suicide Squad-achtig team gaan worden. En dat Sam en Kate misschien wel nieuwe leden van de Seven worden. Maar ja, het gevecht wordt dus eerst best wel bruut. En we zien dan ook nog eens Marie voor het eerst best wel losgaan. Want nu ze meer controle heeft over haar bloedkracht, wist ze dus zelfs een soort van bloedradar te gebruiken om erachter te komen waar Maverick was. Even later deze ook nog eens een soort van fatality, een soort squeeze over iemands hart heen, zeg maar. Dus gewoon een soort van internal combustion. Maar dat deed ze dan wel allemaal om Jordan te beschermen. Ze liet dus ook nog eens Kate's hand ontploffen. Maar gelijk op dat moment komt Homelander al aanvliegen, want die was dus ingeroepen door Ashley. Ondanks dat het dus een vrij korte scène was, was het gelijk wel super intens, zeg maar. En dat hij dus opeens ook zijn aandacht op Marie richt. En dit is dus wel weer heel typisch voor Vought Industries, dat heel de situatie op een andere manier geframed wordt. Zoals ik al zei, lijkt het er dus op dat Sam en Kate nu de nieuwe helden zijn, terwijl het er ook op lijkt dat de rest van de guys allemaal dood zijn. Ik moet wel zeggen dat toen dat nieuwsbericht voor het eerst voorbij kwam, dat ze me wel eventjes hadden, dat het wel even was dat mijn hart naar beneden zonk. Want het zou in principe niet te wild geweest zijn voor een serie zoals The Boys, zeg maar. Tot zover wij weten had Gen V natuurlijk in het volgende seizoen ook gewoon weer een compleet nieuwe cast van leerlingen kunnen introduceren. Maar gelukkig is dat dus niet wat ze uiteindelijk gedaan hebben. En het was dus ook wel heel zonde geweest om al deze personages na één seizoen gewoon op die manier weg te gooien. Maar hey, ze zitten nu dus blijkbaar vast in een soort kelder ergens. En zoals ik al zei, denk ik dus eerder dat ze nu een soort gedwongen Suicide Squad worden. Wie weet is dat dan dus ook wel weer een van de wapens die Vought Industries gaat inzetten in de hele battle tegen de Boys en Billy Butcher. Want buiten Homelander hebben we dus ook een Billy Butcher cameo in de aftercredit scene van deze episode, waarin hij dus naar binnen gaat bij de Woods. Ik vraag me nog af of hij daar dan iets kan vinden wat voor hem nog van pas kan komen, zeg maar. Want volgens mij is het virus daar al weggehaald en zijn alle Supes daar binnen dood. Nou ja, de meeste zijn nu ontsnapt natuurlijk, maar er liggen nog wel heel veel lijken daar binnen. En hetzelfde geldt voor heel de school. Dit is wel weer een situatie waarin Vought weer lekker hun PR eroverheen kan laten gaan. Maar dit is sowieso niet de meest makkelijke situatie om op te lossen. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat nog een beetje gaan addressen in het tweede seizoen ook. Maar er werd dus ook gezegd dat Gen V nog relevant zou zijn voor de Boys in het vierde seizoen. Maar ik heb nou niet echt na het kijken van dit seizoen gelijk een indruk waar dat dan over gaat. Maar in principe zijn er meerdere mogelijkheden. Dus ik denk dat we het vierde seizoen van de Boys nu maar gewoon moeten afwachten. En hopelijk komt hij er redelijk snel aan. Volgens mij is dat helaas ook een van de series die door de staking een beetje vertraagd is. Maar ja, we krijgen dus sowieso het vierde seizoen van The Boys en een tweede seizoen van Gen V. Dus we hebben nog genoeg om naar uit te kijken binnen dit universum. Ik denk sowieso dat dit eerste seizoen van Gen V voor mij mijn verwachtingen in ieder geval wel echt overtroffen heeft. Ik had er eigenlijk niet heel veel enthousiasme voor van tevoren, maar het bleek wel echt een waardige toevoeging aan het Boys universum te zijn. Maar ja, laat me vooral weten wat jij van het eerste seizoen van Gen V vindt en van deze finale specifiek en van de cameo's van Homelander en Billy Butcher. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.